Nee, denk erop, hij gaat springen. Niet zo raar. Hoe kan je opnemen? Hij doet er al. Oh. Kun je zoomen? Wat een graffietje is er. Oh shit, ik trek bijna een hengel in mijn klauwen. Netjes, Roland. Nou, dat is jammer, anders hoor je zo... Waarom kun je niet zoomen? Ja, rugtrek is los. Mooi. Die hengel, joh. Wel hoor, nee, kan wel. Simo? Die dreger, hè? Het is een leuk filmpje, Roland. Denkt u mijn lijn, hè? Ja, ik trek zo hard als ik kan. Zelf snoep die ik vorige week had. Ja. 70. Dat dacht ik ook. Ik dacht dat hij 75 was, maar tenminste, ja, ik had hem niet met een meetlatje, want ik had hem langs mijn hengel gemeten, want ik had geen meetlint bij me. Als jij deze even vasthoudt. Nou. Deze kant gestaan. Heb je hem? Ja. Ik neem hem mee. Beugel open. Oh, een beste, hè? Mooi dingetje. Dan gaan we even pauze zitten. Ja, dit is hem. Nou, dit is Roland met zijn fantastische snoek die hij net eventjes heeft gevangen. Nog even opmeten. Zullen we dat gelijk even live doen? Ja, kan. Ja. Meten hem live eventjes op. Is goed. Even kijken. Zit een snuik, hoor. Nee, wel nee, joh. Nou, dit is lekker kloot om met één hand de camera vast te houden en de andere hand de meetlint te pakken. Dus sorry mensen, even... Het water worden. Zo, monsieur Roland heeft de meetlint. Zo, eens even kijken hoe groot hij nou is. Nou, 83. Kunnen we dat hem eens laten zien? Ja, 83. 83 centimeters. Lekker. Nou, dat is dus niet dezelfde die ik had vorige week. Nou, dat weegt ook goed hoor. Allee. Dat is een heel mooi beestje. Ja, dat is mooi hè. Nog een foto maken. Ja. Mooi. Stop. Ja. Nou, terugzet filmpje. 84, 83. 83, we gaan natuurlijk niet liggen nou. Even leggen.
tot op zijn bek laten gaan. Schijf bek, ik zie het. Ja. Yeah. Ik ben hem al kwijt.